AV. De VWO'ers begonnen vanochtend met het examen Latijn en die werd verdeeld ontvangen. 44% van de VWO'ers vond het examen moeilijk. Flora Wachma vond het daarentegen goed te doen. Hoi, ik ben Wachma en ik had net het eindexamen Latijn. Ik vond het best goed te doen. Ik vond de vertaaltekst wel iets moeilijker dan de vragen. En ik was aan het begin iets te lang bezig met de vragen, waardoor ik aan het einde wel Latijnnood had. Maar verder ging het wel goed. Nu op naar morgen, want dan heb ik mijn laatste toets. Yes! Je kan weer de scholieren.com alles concoursiebag winnen. Leuk voor als je gaat flaneren langs de boulevard deze zomer. De opdracht deze keer is om je eindexamen in één meme samen te vatten. De twee leukste reacties krijgen de goodiebag thuis gestuurd en de winnaars worden morgen bekendgemaakt in het eindexamenjournaal. Succes! En we blijven nog even bij het VWO, want het examen MNO werd erg slecht ontvangen vanmiddag. Driekwart van de VWO'ers vond het examen lastig. Ook lijkt er een fout te zitten in het examen. Er missen namelijk misschien wat nulletjes. Voor vloggers Bibi en Sanne was het een regelrechte ramp. Ik ben Bibi en ik ben net klaar met mijn MNO-examen op VWO-niveau. En het was zeg maar kort gezegd een ramp. Ik wist eigenlijk bijna niks. En toen ik antwoorden hoorde van mijn docent achteraf, zag ik echt mijn punt dalen tot in de min. Ik vond één vraag dat je een lijn moest steken van het bezettingsresultaat of zo in een grafiek. Snapte ik niet. Ik was überhaupt vergeten wat het hele ding was. Dus dat was ook niet handig. Het enige positief aan deze toets was eigenlijk dat het de laatste was en ik vakantie heb. Dus dat is wel lekker. Succes als je nog een toets hebt morgen en anders lekker vakantie vieren. Yo, ik ben Sanne en ik heb net het eindexamen MNO op het niveau VWO gemaakt. Ik zie er zo uit omdat ik nu naar een première ga. Dus trek je er niks van aan. Ik vond MNO, ik dacht dat Duitse ramp was, dat hebben jullie vast wel meegekregen. MNO, ik denk dat ik nog niet eens 4 of 5 punten heb gehaald. Het is echt, echt erg en het is echt een hele grote kans dat ik daardoor zak. Of ik moet in ieder geval een herkansing maken. Dus dat is echt super kut. Maar ja, laat even weten wat jullie ervan vonden. Ik ga er vandoor. Hoi, ik ben Zola en ik heb net hopelijk mijn allerlaatste eindexamen gemaakt. Namelijk kunst op het VMBO. En ik vond het eigenlijk best wel heel erg goed te doen. Behalve vraag 13, dat was een beetje een aparte vraag, vond ik. Ik heb nu lekker vrije tijd. Lekker doen wat ik wil en hopelijk ben ik geslaagd. Maar dat zien jullie na de examenuitslag. En dan zorg ik dat alle honden erbij zijn. Hou eens op. Dus ja, tot dan. En iedereen die nog examen heeft, heel veel succes van mij en allemaal honden en dieren en zo. Doei doei! Hoi, ik ben Joes en ik heb vandaag eindexamen gedaan in het vak aardrijkskunde op het niveau HAVO. En ik weet niet zo goed wat ik van deze toets moest vinden. Ik vond hem niet moeilijk, maar ik vond hem ook zeker niet makkelijk. Maar we gaan het zien. Vorig jaar had ik een 4,7. Ik hoop dat ik dat dit jaar wel iets beter heb gedaan. Ik heb er toch wel een beetje vertrouwen in dat het wel goed is gekomen. Morgen mijn allerlaatste examen, dus dat betekent ook morgen de allerlaatste examenvlog. Dus ik zie jullie morgen weer. En voor de mensen die nog een toets moeten maken, leer ze. En voor de mensen die nu vakantie hebben, ik ben hartstikke jaloers. Hoi, ik ben Fleur en ik heb net mijn allerlaatste examen gehad, scheikunde, op HAVO-niveau. En hij was echt best wel goed te doen. Er zaten hele moeilijke en hele makkelijke bij, dus dat heft elkaar wel een beetje op. Vooral die over dat blokschema vond ik lastig. Ik dacht echt dat alle pijlen er al stonden, maar stonden ze er niet, dus ja. En nu lekker vakantie vieren. Heel veel succes als je nog een examen hebt. Anders hele fijne vakantie en ik zie jullie 12 juni weer. Hi, ik ben Natalia en ik heb vandaag het eindexamen scheikunde op HAVO-niveau gemaakt. Ik moet toegeven, ik vond het best wel een moeilijk examen. Om die reden ging het ook niet zo erg goed bij mij. Ik was natuurlijk een klein beetje emotioneel erover, want ik baal er gewoon heel erg van. Maar ik kan het nou niet meer veranderen, dus ik moet me er gewoon bij neerleggen. Verder was er tijdens het examen nog iemand met een kraak in de stoel. Dus je hoorde gewoon echt 3/4 van het examen het geluid van de kraak in de stoel. En op dat moment had ik echt gehoopt dat ik deze oordopjes bij me had. Verder heb ik donderdag mijn laatste examen, dus nog heel eventjes. En daarna is alles voorbij. Yo strijders, ik ben Sammy en ik heb dit jaar gevast tijdens de eindexamens en dit ging eigenlijk heel erg goed. Ik probeerde zoveel mogelijk in de middag te leren in plaats van de avonden, wat ik normaal deed. Omdat ik in de middag meer concentratie had en eigenlijk tijdens de examens had ik geen concentratieverlies gelukkig. In de avond ging ik meestal slapen, want ik had dan geen zin of geen motivatie meer om te leren. En eigenlijk was dat mijn terugblik van het examen met de Ramadan en ik check jullie later.